Alexander die steekt de duimen op. De dames hier in de jurywagen die zijn er klaar voor. De computer is alles wat op nul gezet. De transponders gaan nu tellen ze dadelijk. Dat is nog geweldig. Dat is allemaal de kroonste gebeurd. Ze zijn weg. Ze zijn weg. Femke had in eerste omloop de plaats nummer 1 te pakken. En wat gebeurt er? Wat gebeurt daar? Hebben twee mensen zich daar gevonden? Sander Vetker heeft de wedstrijd in handen. Gerrit Dekema, de kinderman, die volgende daar heeft. Ja, en de stad over de 23, Amber Kleinjan, die moet nog even wennen aan dat al gebeuren. Ze moeten nu naar buiten. Ja, en er zijn dan twee camphanen die nu een rustige strijd kunnen strijden. Waarvan anderen trouwens mee kunnen plukken, want er zijn er maar vier. Machines. En de 66 is nog 6 uur. Ze gaan genieten, wat kan die machines? Toestuk! Die Sander Vetker met die Honda. De kippenboer, die kan sturen. Astelië, kippenboer. Oh, dat maakt niet zo. En hij steekt zijn handen in de lucht van woede. Vetken gaat stuk. Wat een afvalrace deze klas. Wat een afvalrace. Komt er een hele andere winnaar hier uit de boel. Een overwinnaar waarvan je misschien niet gedacht had dat hij dat kon. Of dat zij het kon. Twee. De machine is nu nog in de strijd. Stad nummer 66, zij komt hier voorbij, de dolfijnentreedster. Patricia Schuurs. En de 119, Gerben Dekema. Jongen, jongen, in autocrosswereld ken je afvalrace, maar ik wist niet dat dat hier ook bestond. Twee hebben we nu nog in de strijd, gaan ze beide wel halen nu. Gaan ze elkaar straks ook nog van de baan afduwen? Ja, en Gerben Dekema die heeft, ja, die heeft daar wel een kleine... Ik ben nog echt twee dames nog aan het rijden. Nee, Gerben Dekema die rijdt nog. En Patricia Schuus. De tweede, een, en, ja, het is een dame en een heer. We hebben niet voor alle zekerheid gecontroleerd. We gaan ervan uit dat het allemaal goed op papier staat. Maar dat gebeurt straks achter op de grindveld. Dan wordt alles gecontroleerd. Zelfs geluid. Ja, en Patricia die rijdt zich zo geweldig mooi in de punten. Krijgt een tweede plek toegewezen. En daar had Dekema ook net nog niet gedroomd voor de tijd. Kan mooi rustig rijden. En ook Patricia rijdt met de Honda. Gaat het om het laatste moment nog bijna verkeerd bij Patricia? Zo, dat was even schrik hier. Nou heeft ze die tweede plek te pakken. En zou je bijna vertellen dat ze die zandboel in ging rijden? Dat zou toch niet willen. Gerben Dekema, het eerste jaar dat hij nu meerijdt. En krijgt nu mooi de punten bij elkaar. En ja, en Patricia die kijkt heel rustig op. En die vindt het allemaal netjes en leuk, welletjes en aardig. En die ziet dat het hele veld is uitgedund. Gerben Dekema. De timmerman die krijgt hier het zwart geblokte. Maar Gerben die wil je nog niet van ophouden. En Patricia Schuurs,